de tempo no tu mi beso cuye pia la sei. Mami no femi no aye la doro sei. Wilma, vandaag is de laatste dag. Wij hebben de taak van de Heer gedaan. We zijn met de opdracht gekomen dat wij hier voor de mensen moesten komen evangeliseren. En wat waren je ervaringen? Dat de mensen hier, ze zijn vrij. Ze zijn vrij en ze zijn aardige mensen. En ze staan ook open voor het woord. Ik heb gemerkt dat ze wel gebonden zijn, maar als je ze aanspreekt, staan ze altijd open. Ik had mijn hart gedodderd en ik had ook mijn pijn in mijn lichaam, rug, ogen zie ik het raak, ik heb het. Maar wij zijn bij de dokter zijn bezig met me. Want de dokter is bezig met jou, hè? Ja. Jezus, maar amen. Jezus, loop je, hè? Hier in de morgen goed, hè? Amen. We hebben zoveel gebeden voor de mensen hier. Heel veel gebeden en mensen zijn bevrijd geworden ook. En omdat ze openstaan voor het woord. En ze missen iets. Ze missen de Heer Jezus Christus. Waardoor ze eigenlijk meer willen weten over het woord en over eromheen, over al die sieraden. Dus ik dacht van, kreeg je eerst de salaris en dan heb ik dan een ring gekocht en dan heb ik dan gekozen voor die vriendschapring. Oké, dat ga je ervaren, want dat is degene die je ziekte geeft en hij is geestelijk, je bent geestelijk gevoel, nog een snikkie. Wat weet je wat het is? Het is een vriendschap hebben met de wereld. De wereld. En wat is de wereld? Satan. Ja. Wat is je ervaring net, die je die ring weg hebt gehaald? Ja, je voelt je heel anders. Amen. Ja, dus je voelt dat ding en je weet niet dat. Satan gaat je niet zeggen dat je hem komt. En dat denk je heel bang. Dat is mooi, hè? Ja. Zie je niet dat ik niet jok? Ja, helemaal. En het haar, wat de gevlochten haar, wat ze dan op hun hoofd hebben. Ik denk dat ze weinig hier op straat komen. Om te evangeliseren, om het woord te brengen over. Ja, dat de Heer Jezus de opgestaande Heer is. Ik hoor ze niet praten. Anna, ik is wel gebed, hè? Ja. Sap zijn bij de pieren? Nou, dus meer wel suiker, hoor. Suiker is soms ik kom hoog, soms ik kom laag. Ja, is gewoon wel. Ja, dat is alles. Maar dan vind je pieren ook? Nou, mijn pieren. Pierina, wat is net met je gebeurd? Pijn aan mijn been. Lekker been. Je had pijn aan die been daar, hè? En je zou? Naar de dokter. Naar mijn huisarts. Je huisarts, hè? Ja. Maar hoe komt dat je die pijn hebt? Hoe lang had je die pijn? Al 5 maanden. 5 maanden? Hoe komt dat? Plotseling? Plotseling zo. En dan kom je aanlopen. En wat is gebeurd die kon aanlopen? Ik had pijn in. Door die gebeden ben, is die pijn verdwenen. Is weggegaan? Ja. En je wil niet geloven, hè? Jezus, maar nu ga ik leiden naar de Heer. Hoe voel je je nu? Ik voel me heel anders. Heel anders, hè? Prijzen. We prijzen hem, hè? Ja. Hij heeft het gedaan, hè? Ik ben
na dor, eu sei. You've loosened me. You've loosened me. Dat ik zei dat, dan ben ik al gekomen die stage zitten. Hoe komt dat hier zitten? Nee, nooit. Ik kwam laatst, maar die zitten nooit. Dus thuis bij mij gisteren. Zij komen de duiven bij mij voor de deur. Hè. Dat zei je nou, mevrouw. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar. En ik kon niet goed praten precies. Nu zag ik een beetje nu. Beter nu. Beter, ja. Dus dan kom ik hier die duiven voeren. Maar een van die duiven is toen niet weggevlogen. Al die anderen zijn weggevlogen, maar hij niet. Ik heb één ding moeten meenemen. Elke ochtend bij het opstaan en elke avond voor het naar bed gaan. Salomon 21. Ik heb mijn hoofd op naar de dag. Amen. Amen. Timmy meets him now, you may see you glory. You've a loose me. Wat moet je deze van je moet doen? Het wonder wat ik van hem wil. Ik wil zo graag hebben. Mijn ogen dat ik met beide ogen kan zien. Mijn knie die naden dat in mijn voeten zit. Want ik heb geen geld om ergens te gaan. Ik zit er niet. Mijn buik ook. Ik voel iets in mijn buik, maar het is niet normaal. Okay. Met al die dingen hoor ik. Dat is door een mijn ex-man. Hij ging met een vrouw. En die vrouw heeft dat kwaad met me gedaan. Maar ja, ik heb geen geld om ergens te gaan. Maar je moet ook nergens gaan. Ik heb last van. Nee, maar je hoeft nergens te gaan. Jezus is hier. Ik wil je vragen, hoe voel je je nu na het gebed? Maar toch anders, heel anders dan voorheen. Hoe is het met je? Waar had je pijn aan? Ik had pijn aan mijn rug, mijn stuit, mijn voeten. En hoe is het? Steken. Heb je nog pijn aan je voeten? Vanaf u verbeerd, ik voel het niet meer. De pijn is weg, hè? Oké, okay, Jezus heeft de pijn. En je rug is weer, heb je ook geen pijn meer. Toen ik kwam, verschrikkelijk pijn, maar niet pijn meer. Mijn buik had ik ook. En hoe is het met je buik nu? Het is heel erg vermiddeld. Een lichtelijk voel je ogen. Als ik dicht mag, kan ik met dit nog niet zien. Okay. Maar als ik zo kijk, dan zie ik, want dat is altijd zo toch niet. Dan leek het op het beide zien. Maar nu is het nog ietsje helder geworden. Het is ietsje helder geworden. Amen. Prijs de Heer. Wat heeft hij net voor je gedaan? Nou, hij heeft me bevrijd van heel veel. Waarvan ik niet wist en waarvan ik bewust was. Ik zeg de Heer dank, nogmaals dank. En ik voel me vrij. Ja, hij heeft me genezen. Van alle lichaamspijnen, van alle verdriet waarmee ik zat. Amen. En hij heeft geopenbaard. Waarvan ik niet wist. En ik zeg hem nogmaals dank. Amen. Ja. Ik kan nog wat tikken juist, maar meisje, wat kan zonder dat tikken? Samsa? Nee, is niet helemaal. Maar go, de prijs gaat de gigado à la gloria. Oké, God bless you. You follow me, God. Awasa and living in me. Then I'm
wil de Heer danken voor het feit dat wij hier naartoe mochten komen om het evangelie te brengen aan de mensen. En mijn ervaring hier omtrent Suriname, ik heb opgemerkt, net wat zuster Wilma zegt, dat de mensen allemaal openstaan voor het evangelie. Dat is wel mooi en ze luisteren het ook graag. Maar het probleem hier is alleen aan de voorganger en aan de geestelijke leiders. Want ik heb ze benaderd met een film. En ik denk dat ze de vertrouwen niet hebben. Ik weet niet of het hoogmoed is. Ik neem meer aan dat het hoogmoed is. Want als een geestelijk naar jou toe komt en gewezen wat onze bedoeling hier is, waarom Jezus ons hier naartoe heeft gezonden, denken dat deze mensen komen niet voor niks. Ik heb ze ook uitgelegd, we komen uit Nederland en onze taak is om hier te evangeliseren. In geval, ik ben met een film gekomen over de waarheid van de Bijbel en de leugen van de duivel. Wat ik hier heb opgemerkt hier bij de mensen, bij de evangelisten, de medewerkers hebben ze helemaal niet. Weet ik niet als ze de geestelijke, als ze hoogmoedig zijn of als ze de geest van God niet hebben. Want als je de geest van God hebt, dan weet je zeker dat deze man is uit Nederland gekomen met de opdracht. En als Jezus je stuurt met de opdracht, is het alleen om mee te werken. Het is wel hard om te zeggen, maar die pastoren en die apostelen, net wat die zuster Wilma heeft gezegd, ze zijn bang. Als ze zullen iets gaat wijzen, zijn ze bang dat de mensen weggaan. Liever gaan de mensen weg, want als jij als pastor of apostel niet meewerkt, dat wil zeggen dat jij en de mensen naar de hel gaan. Want je hebt de mensen naar de hel gestuurd. Je hebt de mensen die de ware boodschap verteld. Ze houden de mensen ook dom. Amen. Ja, is waar. Ze houden de mensen af van het evangelie. Want dat eigenlijk de belangrijkste is. En ik vind het heel erg dat ook de televisiestations niet mee hebben gewerkt. Is een gemiste kans in de naam van Jezus. En ik wil iedereen bedanken. Vooral als eerst de Heer God. Ik ben u dankbaar dat wij voor de mensen mochten bidden. Ik dank ook de mensen die hun hart hebben gegeven aan de Heer. Het zijn heel veel mensen. We konden ze niet tellen. Heel veel mensen. Ik heb wel een paar opnames kunnen maken. Ik zal ze in beeld zetten. Maar het zijn heel veel mensen die tot geloof zijn gekomen. En heel veel mensen die hun sieraden totaal weg hebben gegooid en weg hebben gehaald. Alleen omdat ze hebben gezien dat dat de ware boodschap is. Ik ben de Heer dankbaar in de naam van Jezus. Ik ga nu besluiten. Dit is de laatste dag wat wij hier evangeliseren. Morgen vertrekken we weer naar Nederland.